Dat gaat vrij hard. Eindelijk terug in Altena. Ja, ja. Hoe is het geweest? Het was hartstikke gezellig. En leuk en ja, de sfeer was goed. Ja. Van genoten dus? Heel erg. Moe, maar voldaan? Ja, moe valt wel mee, maar het was wel ja, voldaan wel. Het is gewoon gelukt. Hoe was het onderweg in de skif? Ja, gezellig. Dus alles ging gewoon goed. Alleen hier niet. Maar ik neem aan dat je het over donderdag of afgelopen week hebt. Ja, dat ging allemaal gewoon perfect. Mooi. En jij, hoe kijk jij terug op de afgelopen week? Ja, natuurlijk was superleuk de afgelopen weken. Ook vooral op de Rijn en op de Waal, waar we grote golf tegenkwamen. Ja, het was natuurlijk lachen wel met z'n allen. Het ging perfect. Een bijzondere maaltijd voor de leerlingen van het Willem. Ja, dat klopt. Dus een vegetarische barbecue. Wij hebben ons aangesloten bij dit project. En afgelopen week hebben degenen die geroeid hebben ook al producten van ons gegeten bij de avondmaaltijden. En op dit moment geniet de hele school van vegetarische braadworst en burgers. Dus hartstikke leuk. Ja, en waarom dan deze sponsoractie denk ik voor het Willem van Oranje College? Wij vinden het ook belangrijk om lokaal betrokken te zijn. En ook de mensen in Altena kennis te laten maken met de producten. Het is een behoorlijke prestatie geweest. Een tocht over 300 kilometer. Ja, en dan uiteindelijk hier dat laatste stukje vanaf Fort Altena, ons eigen Fort Altena, naar ons eigen mooie nieuwe gemeentehuis. Symboliseert dit misschien nog wat andere zaken? Nou ja, het komt natuurlijk ook op een heel mooi moment. Hè? De relatie met de Duitse Altena, maar ook de nieuwe gemeente. Hè? De stenen die vanmorgen bij elkaar gelegd zijn als samenvoeging voor een nieuwe gemeente, het symboliseert het ook. En wat dat betreft komt het inderdaad op een heel mooi moment. En is het echt leuk om te vieren vandaag. Het is mooi weer en we kunnen er trots op zijn.